Met computeranimatie kunnen we de cel binnendringen en een kijkje nemen in deze wonderlijke wereld. Nadat we de kern van de cel binnen zijn gedrongen, zien we de stevig opgerolde draden van het DNA, het archief met recepten voor de aanmaak voor alle mogelijke eiwitten in een organisme. In het proces van transcriptie zorgt een enzym eerst voor het splitsen van de twee strengen waaruit DNA is opgebouwd. Zo komt de code bloot te liggen die nodig is om een bepaald eiwitmolecuul te maken. Een ander enzym kopieert deze code in de vorm van een nieuw molecuul, het boodschappen-RNA. Als de transcriptie van het gen klaar is, gaat het kleine boodschappen-RNA-molecuul door de kernporiën naar het cytoplasma. Deze RNA-streng beweegt naar een ribosoom dat uit twee delen bestaat. Nadat het boodschappen-RNA zich aan het ribosoom heeft gehecht, start het proces van translatie. In het ribosoom zorgt de moleculaire assemblageband voor de vorming van een aminozuurketen in de juiste volgorde. Deze aminozuren worden aangevoerd vanuit het cytoplasma, gebonden aan transportmoleculen, en worden dan aan elkaar vastgemaakt in strengen van honderden aminozuren lang. Hun specifieke volgorde bepaalt het type eiwit dat gemaakt wordt. Als het eiwit klaar is, laat het los van het ribosoom en gaat naar een systeem waarin het op de juiste manier wordt gevouwen tot een vorm die bepalend is voor zijn werking. Dogma of molecular biology. DNA makes RNA, makes protein. Here the process begins. Transcription factors assemble at a specific promoter region along the DNA. The length of DNA following the promoter is a gene, and it contains the recipe for a protein. A mediator protein complex arrives carrying the enzyme RNA polymerase. It maneuvers the RNA polymerase into place, inserting it with the help of other factors between the strands of the DNA double helix. The assembled collection of all these factors is referred to as the transcription initiation complex, and now it is ready to be activated. The initiation complex requires contact with activator proteins, which bind to specific sequences of DNA known as enhancer regions. These regions may be thousands of base pairs distant from the start of the gene. Contact between the activator proteins and the initiation complex releases the copying mechanism. The RNA polymerase unzips a small portion of the DNA helix, exposing the bases on each strand. Only one of the strands is copied. It acts as a template for the synthesis of an RNA molecule, which is assembled one subunit at a time by matching the DNA letter code on the template strand. The subunits can be seen here entering the enzyme through its intake hole, and they are joined together to form the long messenger RNA chain snaking out of the top.